Ja, dat is allerlaatste nieuws. Daar komt hij van Anthony. Kom maar door. Hè? Woensdag. Woensdag gaat het gebeuren? Ja, ik denk dat het deze week al rondkomt. Ja. Oh. Ik hoorde een bedrag van iets van 97 miljoen. 97? Oké. Okay. Dus net geen 100. En ja, daarmee zou Ajax wel akkoord moeten gaan. En ik zou het niet doen. Die jongen. Ik zou toch voor die 100. Die drie ton nog even erbij, hè? jongen, de geldmannen. Ja, tering, ja, het is echt waanzinnig. Ja. Ah, kijk, ze zijn daar natuurlijk ten einde raad. Dus... Nou, ze stonden net voor. Ja? Ja. Ja, ze staan 1-0 voor bij rust. Hebben die goal gezien? Nou, misschien wordt dan 10 miljoen minder. Ja, dus, moeten weer terug. Ja, dus dat zou ook kunnen. Nee, maar kijk, ik begrijp wel waarom hij natuurlijk allemaal jongens wil halen. Want ja, hij heeft dat elftal natuurlijk gezien nu, de eerste weken. En heeft hij versterking nodig. En ja, wat ik ervan begreep, wil hij en Gakpo en Anthony... Nou, hij heeft al 135 miljoen geboden voor Felix. Dus dat is een beetje het budget wat hij dan heeft voor die twee. En dan toch ook Frenkie de Jong. Dus het staat... Frenkie de Jong? Ja, Frenkie de Jong, die hebben ze zeker nog niet afgeschreven. Nee. Echt niet? Nee. Oh, want vorige week las ik Les Ferdinand. Die zei, dat moeten we niet meer willen. Ja, ik moet nog zien of Gakpo mee kan in Engeland. Dat denk ik niet. In het begin Ik denk het niet. Kijk, ik heb het hele weekend naar die Eredivisie zitten kijken... En dat is de show van de middelmaat. Hè? Ja. Ik zie niet één speler... Want als je naar Match of the Day gaat kijken, dan zie je pas echt voetbal. Hij is een andere wereld. Ja. Dat is een wereld van verschil. Maar ik heb zitten kijken naar eerst naar Sparta-Ajax. Daarna heb ik zitten kijken naar... RKC Feyenoordje. Ja, en toen viel ik in de tweede helft van Newcastle tegen Manchester City. Ja. Dat is niet normaal. Ja, nee. Dat gaat helemaal nergens over. Daar zit dat is een tempo. Tempo, dat, ja. Kijk, zo'n Anthony, dat is een virtuoos. Al zal hij daar niet drie man kunnen passeren. Want dat laten ze daar gewoon niet toe. Maar zo'n Gakpo, die is alleen maar gewend... om tegen RKC, Willem II en dat soort clubjes te spelen. Die krijgt het heel moeilijk dan. Maar we hebben nu gezien tegen Monaco, Rangers. Die Salah ging van Basel naar City... Fulham, geloof ik. Eerst. Chelsea. Salah. Ja, oh, Salah. Ja. Salah. Die bij Roma vandaan. En toen die ging toen naar Roma. Ja. En van Roma naar Liverpool. Maar op de leeftijd van die Anthony ging hij naar City, Chelsea. Chelsea heeft, geloof ik, volgens mij ook niet gered. Nee.